Nou, we gaan in deze video gaat Huda weer kijken. Gaat mijn kook doen. Dus ja. En dat doen we in stappen. Dit is Zoe, mijn assistent. We gaan nu beginnen. Stap 1. Borstelt haar goed door en maak het haar nat. Als je een pony hebt, zet hem dan eerst vast met een clip. Stap 2. Pak dan een plukje aan de zijkant en vlecht het plukje. Doe hetzelfde aan de andere kant. Stap 3. Als je klaar bent met het vlechten, dan moet je de vlechtjes aan elkaar vastbinden met een elastiekje of een leuk clipje. Als je een pony hebt, draai dan je haar naar achteren met een clipje. En dit is het eindresultaat van je haarlook. We gaan nu over naar de make-up. Het wordt een natural Christmas look. Stap 1. Egaliseer je gezicht met een poeder die goed bij je huid past. Stap 2. Breng nu de concealer aan onder het oog. En dep het goed uit. Poeder de concealer goed af. Stap 4. Breng nu de mascara aan. Stap 6. Maak je lippen mat met wat poeder. Stap 7. Breng nu de glitter eyeliner aan. Stap 8. Wat ik nu gebruik is een Marokkaanse oogpotlood. Die moet je aanbrengen op de waterlijn van je oog. Duimpje omhoog. The end.